Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Dani Visser en vandaag... Yo gasten, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Dani Visser. Vandaag gaan wij 3 Prime Icon Packs openen. We hopen natuurlijk op een hele goede icon. Naar wie ben je dan op zoek? Ronaldo Lima natuurlijk, Eusebio. Ja, jullie weten het. Marcel of zo'n Kenny Douglas is al echt heel erg goed. Het zou echt heel erg ziek zijn. In ieder geval, vind je dit nou leuk? Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneer op mijn kanaal, zet je notificaties aan, mis je niks. En laten we gewoon die packs gaan openen. Oké, jongens, zijn we op het account van Dante Tuin. Wat een legend. Ik heb letterlijk net een story gemaakt met... van wie kan ik zijn Prime Icon Pack openen? Wie heeft de Icon Swaps klaarstaan? Deze man reageert letterlijk binnen 1 minuut met een foto dat hij een Prime Icon Pack heeft klaarstaan. Dus dikke shout-out naar hem. Echt vet. Eerste Prime Icon Pack. Hoe gaan we dat doen? Hij wil graag landen doen. Dus jullie weten hoe dat werkt. Ik open hem. Ik zet mijn scherm uit. Het beeld voor jullie wordt ook zwart. En dan gaan we alle landen bij langs. En dan gaan we zo kijken welke Prime Icon wij hebben gekregen. Dus ga naar de winkel en dan zie ik jullie zo. Oké, jongens, daar ben ik dan bij de Prime Icon Pack. Laat ik hem nu gaan openen. Dan wordt het beeld zwart. Ik zet mijn monitor uit. En het wordt heel spannend natuurlijk. Want er komt een hele mooie Prime Icon Pack of Prime Icon uit. Wie willen we krijgen? Natuurlijk de grootheden. Eusebio, Ronaldo Lima. Ik heb nog niet naar Steam gekeken. Dus dat zal ik straks even doen. Kijken wie die goed kan gebruiken. En of die icon goed kan gebruiken. Die we natuurlijk nu gekregen hebben. Ik klik even een paar keer door. Ik wacht nog eventjes. En we blijven even wachten. En wie weet. Ik denk dat die nu zo langzamerhand wel geopend is. Dus ik klik op R2. Ik stuur hem naar de club als het goed is. Als het goed is als ik nu mijn monitor aanzet. Yes. Dan is die geopend. Dat is lekker. Zwart beeld, want ik zet mijn monitor weer aan. En dan gaan we naar de landen. Gaan we naar mijn club. En spelers zoeken. Competitie natuurlijk, icon. En dan gaan we zo meteen alle landen bij langs. Oké, jongens, beginnen we bij de set van Zweden. Larsson, het kan hem natuurlijk zijn. Het zou niet leuk zijn voor de video. Maar het is hem ook niet, dus dat is goed. Gaan we door naar de volgende. En dat is Wales, Ian Rush. Zou ook eigenlijk niet fijn zijn. Is hem gelukkig ook niet. Wat is het volgende land wat er één kan zijn? Tsjechië, net vet. Is op zich een prima icon. Is niet degene waar je naar op zoek bent. Dus dat, die hebben we ook niet. Dus dat komt goed uit. Gaan we door naar de S. Spanje bewaren we natuurlijk voor het laatst. Slovenië heeft er volgens mij geen E. Schotland wel. Douglas zou best netjes zijn. Eerlijk is eerlijk. Die kan je volgens mij ook vrij spelen. Of nee, de 90 kan je vrij spelen. Dus dit zou wel heel lekker zijn. Ah! Kenny! Kenny! Holy shit! Dit is fucking goed. Dit is fucking goed. 92 Kenny Douglas. 90 pace, 90 dribbling, 92 shooting. Dit is echt een hele zieke icon. Ik zeg nog dit. Ja, Kenny, ik weet niet hoeveel icon swaps je nodig hebt voor de 90 Douglas. Laat ik dat eerst even gaan checken. Dat is namelijk wel... Dit is wel echt heel goed. Dit is echt ziek. Voor die andere Kenny Douglas heb jij 16 tokens nodig. En hij heeft dus, Dante heeft voor 9 tokens de Prime icon gekregen. Dit is dus heel goed. Het is lekker voor de video natuurlijk. Ik denk niet dat dit zo'n goede team is. Laten we even zo'n goede team checken. Psycho Ben Ketzer. Dit is een echte team. Ik weet niet wie die er uit gaat halen. Ik denk Dembele. Maar hij heeft dus Kenny Douglas gekregen. Heel erg ziek. Hij moet wel een manier vinden om die erin te krijgen. Natuurlijk gewoon zoiets. En dan ben jij er op 7 chemistry starten. Heel erg ziek. Het is heel snel die landen. Maar we moeten er wel echt enorm blij mee zijn. Dit was het account van Dante. Prime Icon Douglas. En dan gaan we zo door naar het volgende account. Oké, jongens. Tweede Icon Pack van Kevin. Dikke shout-out naar Kevin. Ja, heel lekker. Ik weet niet hoe mensen nu al die icons voor elkaar hebben gekregen. Wel ziek. Ze zeiden allebei dat ze het, deze gast had het in 1 dag gedaan zelfs. En die andere vorige Dante had het binnen 2 dagen gedaan. Dat vind ik eigenlijk best wel snel voor een Prime Icon. Ze hebben gewoon gegrind. We gaan gewoon weer landen doen. Gaan we nu gewoon elke keer doen. Ik denk dat we deze video dus 3 gaan openen. Hierna nog eentje. Vorige was snel afgelopen met Kenny Douglas. Maar misschien. Ik
krijgen we nu nog wel een betere. De kans is niet heel groot dat we nu een betere krijgen. Maar laten we hem gewoon openen. Ik open hem nu. Zet het beeld uit. Monitor staat uit. Hij is aan het openen. En we wachten gewoon lekker weer. Zwart scherm. En ja. Het is alleen maar wachten. Ik denk dat hij nu een beetje aan het lopen is. En ik klik nu een paar keer op de X-knop. Dan zal die show wel klaarstaan. Ik zal voor de zekerheid nog even een paar keer op die knop drukken. Oké, jongens, ik heb vaak genoeg op die X-knop gedrukt. Ik klik nu op de R2-knop. Hij zal, als het goed is, zit hij nu in de club. Ja, dat zit hij zeker. Nu moet ik mijn monitor weer aandoen. Dan krijgen jullie weer zwart scherm. Ja, natuurlijk. Dus geen gecheat vandaag. Ik heb hem naar de club gestuurd. Ga nu naar de club. Ga lekker checken. En dan gaan we alle landen weer bij langs. Oké, jongens, beginnen we weer bij de set van Zweden. Larsson. Het kan hem natuurlijk zijn. Gelukkig is het hem niet. We waren net dus al snel klaar bij Schotland. Maar misschien duurt het nu wat langer. Misschien ook niet. Misschien krijgen we wel Ian Rush. Krijgen we niet. Gelukkig maar. VS heeft niemand. Voor de rest. Tsjechië net vet. Zoals ik vorige keer al zei. Best oké icon. Maar niet super goed. Is hem ook niet. En we gaan door naar... Ja, hier is hij alweer volgens mij. Schotland. En zou je toch wel ziek zijn als we gewoon weer Kenny Douglas krijgen? Het is hem dit keer niet. Ik vind deze gast misschien wel kloten, want ik denk dat hij graag Kenny Douglas wil. We hebben Rusland voor Yashin natuurlijk. Is hem gelukkig niet, want ik denk niet dat hij heel blij is met een keeper. Roemenië voor Haji. Is hem gelukkig ook niet. Het is echt een hekel aan die icon. Portugal bewaren we voor het laatste. Dan gaan we door naar de volgende letter. Dat is de O van Oekraïne. Shevchenko is hem gelukkig niet. Er zijn natuurlijk genoeg slechte icons. We krijgen ook George Best in de vorige bij de mid-icon pack. Dus misschien nu wel weer. Nee, is niet erg. Nigeria, Okocha. Oké, gelukkig. Dat zou wel heel erg zijn. Dan kan je gewoon een beetje stoppen met het spel. Nederland bewaren we voor het einde ook. Mexico, natuurlijk. Hernandez. Oeh, ik schrok. Dit is niet de prime icon. Natuurlijk heb ik ook nog die Sanchez inderdaad. Was ik het natuurlijk even vergeten. Maar ik schrok. Maar het was hem gelukkig niet. Oh, nee, Mexico. Oh, Marokko heeft niemand. Voor de rest kunnen we wel doorgaan naar de volgende letter. Het wordt steeds spannender natuurlijk. Kroatië heeft niemand. We hadden ooit Suker. Misschien dat ik er even vergeet. Japan, Nakata zou ook niet heel fijn zijn. En Nigeria deed ik net. Voor Okocha, maar volgens mij is dat Ivorcus. Ik heb eigenlijk geen idee. Het zou ik wel. Japan, gelukkig is het geen Nakata. Kunnen we nu door naar Nigeria? Waar staat hij? Waar staat hij? Of ik bedoel Ivorcus natuurlijk. Dit kan DJ Drogba zijn. Dat zeker wel. Is hem niet. Oké, is niet erg. Ierland heeft er geen. Voor de rest. Italië bewaar ik voor het laatst. Volgens mij was dat die letter alweer. Gaan we door naar de volgende. G heet Ghana van Eschen. Natuurlijk. Leuke icon op zich. Is hem niet. Best wel een goede icon is Eschen. Dus was best leuk geweest op zich. Kunnen we nu doorgaan naar de volgende. Frankrijk bewaren we. Finland. Geen liedmanen graag. Dank u wel. Dat waardeer ik. En dan gaan we door. Engeland bewaren we. Duitsland bewaren we. Denemarken. Het zou ook wel kut zijn. Schmeichel of Laudrup. En dat is... ik schrok weer. Hij heeft dus een paar baby icon, lane spelers, bla bla bla. Wat het natuurlijk nog spannender maakt. Want ik dacht even dat het Schmeichel was natuurlijk. Cook Islanden. Oh, ik denk dat die geen icon hebben. Oké, zij heeft volgens mij helemaal niemand. Bulgarije, Stoichkov. Oké, is dit hem? Nee, is hem ook niet. Oh, wat een spanning en sensatie. Brazilië is het, die bewaren we. Voor de rest is de B ook klaar. En dan hebben we alleen nog de A. Volgens mij hebben we daar ook maar weinig. Argentinië bewaren we, of geen 1 zelfs. En het is een top 9 land, dus dat wordt spannend. En dan moet ik even gaan nadenken wie de slechtste icons hebben. En de meeste natuurlijk. En ik denk dat Brazilië het beste is samen met Portugal. Ja, dat denk ik. Dat weet ik wel zeker eigenlijk. Laten we gewoon beginnen met Argentinië. Engeland, Italië zijn volgens mij niet heel goed. Spanje hoeft niet per se goed te zijn. Dus we gaan beginnen met Argentinië. Is hem niet. Gaan we door naar de volgende. En dat is Engeland. De kans is best groot dat het een Engelse speler is. Want er zijn nou eenmaal heel veel Engelse icons. Dus is het een Engelse icon? Nee.
Oké dan. Komen we steeds dichter bij een goeie. Gaan we door naar Italië. Maldini zou leuk zijn. Maar ja, die prime kan je ook gewoon... Oh nee, 94 is die prime. Zou leuk zijn eigenlijk. Nesta. Ah, het is wel een Italiaanse centerback. Niet heel goed. 92 Nesta. Moeten we niet heel blij mee zijn. Laten we even gaan kijken naar zijn team. Want misschien past hij in zijn team. Oh ja, hij heeft natuurlijk Ikeswaps ook. We zullen even kijken naar zijn normale team. Wellicht dat hij wel gewoon een normaal team heeft. Zou wel leuk zijn op zich. AliExpress. Wat voor team heeft hij dit? En dan kan die... Ja, deze heeft eigenlijk wel hele goede stats. En volgens mij heeft deze gast ook wel goede stats. Dus ik weet niet of hij Nesta gaat gebruiken. Maar in ieder geval, dit was de tweede Icon Pack. Laten we doorgaan naar de laatste. Oké, jongens. Laatste Prime Icon Packie voor vandaag van Kai. Ja, sowieso vet dat we er gewoon zo snel drie kunnen krijgen. Krijgen is het goede woord. In ieder geval... Wow, hou ik gek dus. In ieder geval... Wow. Hij heeft hem al geopend, jongens. Wow. Hij opent hem gewoon. Nou ja, hij had zelf ook nog de controle. We gingen samen een game spelen. Hij heeft hem dus al geopend. Had ik niet verwacht eigenlijk. Maar maakt niet uit. Is op zich niet erg. We wachten gewoon even. Het beeld is zwart. Geen idee. Of die nou ook zelf dat ding bestuurt. Of dat ik dat moet doen. In ieder geval, ik klik nu op R2. Misschien dat hij al naar de club is. Oh, hij is hier al. Oké, duidelijk. Perfect, dan doe ik mijn scherm weer aan. En dan gaan we landen doen. Hopen we op iets goeds, zou wel lekker zijn. Oké, beginnen we gewoon weer lekker bij de set. Hier eigenlijk. Hij heeft het in het Engels staan, dus we moeten even op landen. Want het S is natuurlijk nu Sweden. Oké, Wales is het gelukkig niet. Ukraine kan het zijn. Is het ook niet. Gelukkig maar. Is er nog een land hier wat het kan zijn? Volgens mij niet. Gaan we door naar de S en hier staat wel Sweden. Is hem ook niet gelukkig. Spain die waren we. Kan het natuurlijk Schotland zijn. Kenny Dalglish is hem ook niet. Dat is jammer op zich. Want dat zou wel weer lekker zijn. Oké, gaan we door naar de R van Rusland. Is dat hem? Nee, hij ging lang later, dus ik was een beetje bang. Roemenië, ook niet, gelukkig maar. Ierland, Portugal bewaren we. Peru heeft er geen. Oké, gaan we door naar Noord-Ierland. Kan George Best zijn, is het niet. Nigeria. Oeh, ja, Nigeria. Het is wel een kortje uit Nigeria. Is hem niet, gelukkig maar. Het zou wel heel, heel zielig zijn eigenlijk. Netherlands bewaren we. Mexico. Oké, is dat hem? Nee, het is hem niet. Oké, gaan we door. Naar de volgende letter. Dat is de H tot en met de L. Zit daar een leuk land bij wat het kan zijn? Tot nu toe nog niet. Japan. Oeh, any focused. Oké, is het Japan? Nee, gelukkig niet. Ivory Coast. DJ Drogba, ook niet. Oké. Italië, die bewaren we. Hongarije, nee, dat kan hem ook niet zijn. Gaan we door naar Genia. Ghana. En Shen is het ook niet. Oké dan. Komen we steeds weer dichter bij die top 9. Duitsland bewaren we. Frankrijk bewaren we. Finland. Dat zou wel kut zijn eigenlijk. Maar het is hem gelukkig niet. Gaan we door. Engeland bewaren we. Veel top 9 landen hier. Denemarken. Zou wel kloot zijn, moet ik eerlijk toegeven. Is het hem? Nee, die heeft hij dus al. Dus vertelde hij mij net dat hij die uit zijn baby Icon Pack had. Loudroepie. Tsjechië kan natuurlijk net vet zijn. Is hem niet. Gaan we door. Colombia heeft geen Icon. En dan komen we heel dichtbij. Bulgarije kan Stoichkov zijn natuurlijk. Is het Stoichkov? Nee, het is geen Stoichkov. Brazilië bewaren we voor het eind. En dan hebben we nog één letter te gaan en dat is de A.
Argentinië en als hier niks bij zit, dan is het, dat betekent dat het een top 9 land weer is. En nu begint het leuk te worden. Argentinië, laten we gewoon weer gaan met Argentinië. Kan een leuke icon zijn. Is het een Argentijn? Oeh, dat is een leenspeler. Het is dus geen Argentijn. We gaan gewoon hetzelfde doen als net. Gaan we door naar Engeland en daarna naar Italië. Want ik denk dat de kans het grootste is dat het een van die icons is. Engeland is ook een leenspeler. Oké, dan. Italië. Oeh, als het weer een Italiaan is. Ook een leenspeler. Oké. En ja, welk land moet ik nu kiezen? Ik denk dat Spanje toch wel het slechtste is nu. Spanje. Raúl. Dat is een hele goede icon weer. Het is echt een hele goede icon. Deze gast is ook best wel duur weer. Fuck is ziek. Raúl. Ik denk dat hij hier heel blij mee is. Het is echt een hele goede icon. Spanje kan natuurlijk echt een klote icon zijn. Een Puyol. Volgens mij heb je nog wel meer slechte icons bij Spanje rondlopen. Hierro natuurlijk. Voor de rest weet ik even niks op te noemen. Maar Raúl is wel echt een hele goede icon. Jongens, dit waren de prime icon packages voor vandaag. Laten we nog even snel naar zijn team gaan. Kijken of hij die goed kan gebruiken. Nou, zo te zien kan die Raúl wel heel goed gebruiken. Want hij rockt Perisic in de spits. Ik denk dat hij hier heel blij mee is. Ik ga het hem even vragen. En dit waren de prime icon packs voor vandaag. Oké, jongens. Dat waren de icon packs voor vandaag. Met toch wel Kenny Douglas als hoogtepunt. Die is 2,2 miljoen waard. Raúl is ook gewoon 900.000 waard. En Nesta. Ik heb geen idee hoeveel die waard is. Maar dat zal niet heel veel zijn. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken. Vond je dit nou vet? Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan. Mis je niks van dit soort video's. En dan wil ik jullie stuk voor stuk bedanken voor het kijken naar deze video. Hoop dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.